We zijn hier op het complex van Edo, voetbalvereniging Edo. Er is hier een speldag georganiseerd voor de kindjes van Reinaarden. We zijn er klaar voor, hoor. Laat ze maar komen. Een hele leuke dag. Een dag van hun leven, laat ik zo zeggen. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Op een goede dag werd ik gebeld, ja. En ze zeiden van, wij hebben een soort pot na iedere wedstrijd. En met dat geld hebben we in eerste instantie gedacht van, we gaan uit eten, we gaan bier drinken. Toch niet gedaan, goed doel aangehangen. In de hemmer. En uiteindelijk uitgekomen bij Reinaarden. Ja. Dat is het, hoor. We zijn top, hè. Top team. Ja, ik vind het een soort tractatie in een jaar, zeg maar. Nu hebben we een man of 40, 45 gehad die geld ingelegd hebben. Daardoor kunnen we dit vandaag doen. Hoe dit in het plaatje van Reinaarden past, ja, dat is natuurlijk de verbinding met de wijk. We moeten hier in 2018 in principe weg, maar we leven, we willen helemaal niet weg. Wij zijn deel van Overvecht en we willen vooral deel van Overvecht blijven. Dit is gewoon een voorbeeld hoe het gewoon voor iedereen eigenlijk mogelijk is om gewoon lekker te bewegen. Ik vind het echt leuk om te doen. Deze dag is nu al geslaagd, want die kinderen lopen hand in hand met een selectiespeler rond. Kraaien van plezier, krijzen van plezier. Ik zie alleen maar lachen. Ik zie hele, ja, kinderen die er plezier in hebben. Begeleiders van Edo die echt voor het eerst deze groep meemaken en allemaal super doen. En als je goed naar elkaar kijkt, leer je elkaar kennen, kan je elkaars gedrag beter begrijpen. En door dat te zien en daarmee om te gaan, denk ik dat dat een heel mooi bruggetje is naar tolerant gedrag op het voetbalveld. En ik zie selectiespelers dingen doen met kinderen waarvan ik nooit had verwacht dat ze dat zouden kunnen. Op het moment dat jullie nog iets hebben van, goh, we zouden wat meer met vitaliteit willen doen, bel fit. Blije gezicht. Alleen maar blije gezicht. Ja. Ik zie kinderen die stralen. Ik zie mensen die het vooral ook heel leuk vinden dat het georganiseerd is. Er is niemand die verliest vandaag, alleen maar winnaars.